op een nieuwe toestemming om te zoeken. Zoals je ziet, midden tussen de koeien. Eerste vondst, muntje, een 1 cent gulden tijdperk. Hopen dat we nog wat ouder spul gaan vinden. Sleutel, modern. Musketkogeltje. Nou, de eerste wat oudere vondst, Duit. Aardig versleten, maar ik denk stad Utrecht. Misschien dat we hem thuis nog wat op kunnen knappen. Ik hoop dat er nu wat meer uit de grond gaat komen. Filmcent 1827. Deze kant mooi scherp. Andere wat minder. Mooi munt. Weer een centje uit het gulden tijdperk. En er komt weer een duitje uit de grond. Stad Utrecht. Oh, andersom. Stad Utrecht 1791. Ja, lekkere grote munt. Ik denk dat het voor jullie niet goed zichtbaar is, maar 2,5 leeuwencent. Ja, toch nog onbekend. Hoop dat ik hem nog wat schoner kan krijgen. Het is altijd een leuke munt om te vinden. Top! Volgende vondst is weer een gulden centje. 1952. Weer een gulden cent. Koningin Juliana. Nou, weer een cent. 1951. Ze mogen nu wel wat ouder worden, of wat zilver, zou ook wel leuk zijn. Ik denk voor jullie slecht te zien, maar een zinken 1 cent, oorlogsgeld. Nou, weer een duitje, stad Utrecht. Ja, ik denk 1794 of zoiets. Aardig versleten. Even een live dick proberen. Denk een duitje. Inderdaad, een duitje. Ik kan nog niet zien welke. Thuis even proberen op te poetsen. Weer een oorlogscentje in 1943. Iets beter leesbaar dan de vorige. En het eerste leeuwencentje. Hadden we nog niet gevonden hier. Nou, volgende vondst. Mooie D-gesp. Mooi gespje. Daar de afdruk. Daar het muntje. Helaas helemaal versleten. Maar het lijkt een halve Willemscent. Nou, weer een mooi klein duitje. Gelderia. Gelderia 1758. Weer een patroon. Een stuk of 2-3 nu al gevonden. Ik vind er niks aan, maar voor de liefhebbers. En weer een duitje. Overijssel 1762 of 68. Ja, de andere kant is redelijk versleten. Nou, nog eentje voor de liefhebbers. Kogelpunt. Volgende vondst is weer een leeuwcentje uit 1884. Ziet er nog redelijk uit. En weer een mooie gesp. Klein beetje beschadigd, maar leuke vondst. Nou, volgende vondst ben ik erg blij mee.
mooie knoop, niet rond, met hoekjes, een bloemmotief erop, het glimt aardig. Ik ben nog niet helemaal zeker of het zilver is. Oogje er nog aan. Nou, ik ben reuze benieuwd hoe oud het is. Ziet er goed uit. Top. Mooie handgreep van een deurtje, kastje, laadje. Leuk vol. Wat is dit dan? Knoop met een leeuwtje. Even schoonmaken. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is een prachtige mooie knoop. Nederlandse leeuw en douane erop. Thuis eens even gaan uitzoeken hoe oud deze is. Leuke vondst weer, top. Nou, weer een mooi signaaltje. 90, net als die douaneknoop net. Nee joh. Weer een knoop met een leeuw. Ga hem even oppoetsen, zie hem zo terug. Zal toch niet weer dezelfde zijn? Ja, echt ongelooflijk. Exact eenzelfde knoop. Nederlands leeuwtje, douane. Zou hier toch geen douanier begraven liggen of zo? Nou, twee knopen. Kijken of we nummer 3 ook nog kunnen vinden. Daar lag de tweede knoop. En daar de eerste, dus echt vlak bij elkaar. Bijzonder. Patroon nummer 3 of 4 inmiddels. Veel scherper dan dit ga je ze niet vinden. Het is echt de allerscherpste, mooiste Willemsen die ik tot nu toe gevonden heb. Topmuntje, mes en mes scherp. 1877. Mooie vondst, daar mogen er nog meer van komen. Volgende muntje is weer een leeuwenzend. Volgende vondst is een helemaal versleten duitje. Daar kunnen we echt niks meer van maken. Weer een stukje van een versleten duit. Waarschijnlijk Gelria, maar van de randen is echt al bijna alles weggesleten. Mooi signaaltje, 85. Nou, mooi versierd plaatje. Heeft een clipje bij gezeten of het een soort brosje of beslag is, geen idee. Thuis uitzoeken. Leuke vondst. En nog een leeuwencentje erbij. Denk de laatste vondst van dit veld.